Het decor voor het kampioenschap is het Openluchtmuseum Einderhoof in Nederweert-Eind. De hele dag jachthoren blazen. Een mens zou er moe van worden. Het is dan ook heel wat om mee te doen aan een wedstrijd die voor het eerst in Limburg plaatsvindt. Heeft u al moeten spelen? Wij hebben al gespeeld, ja. En hoe ging het? Het ging wel goed. Ja, gelukkig wel. Het is wel spannend altijd. De organisatie is in handen van de jachthoren Blazersgroep Midden-Limburg, die dit jaar 40 jaar bestaat. Dubbel feest dus voor hen. De Duitsers zijn hier, de Belgen zijn hier, de Nederlanders zijn hier. De signalen zijn gewoon internationaal. En dat wil zeggen, wij blazen allemaal dezelfde signalen. Dat zul je straks ook horen. En dat is geweldig dat iedereen zomaar spontaan hier mee kan blazen. Dat is geweldig. De jachthoren heeft geen zogeheten ventielen en daardoor hoor je alleen natuurtonen. Het is geen muziekinstrument, maar een signaalinstrument, vroeger gebruikt bij de jacht in de velden en bossen. Als een dier wordt geschoten, laat een blazer dit weten met zijn jachthoren. Nou, de charme, dat is niet alleen charme, maar dat is passie. Passie moet je hebben. Als je geen passie hebt, moet je daar niet aan beginnen. Als je geen passie voor de jacht hebt, moet je daar niet aan beginnen. Heb je die passie wel, moet je doen. De muziekstukken die een jachthorenblazer speelt zijn kort. Toch is het publiek een beetje omvergeblazen door de charme van de jachthoren. Al zit zelf blazen er niet in, ook niet na een paar pilsjes. Nee, dat durf ik helemaal niet. Want ik weet hoe moeilijk het is. En je moet goed ambassuur hebben en dat heb ik helemaal niet. Nee. Volgend jaar vinden de kampioenschappen plaats in Drenthe.